Hi. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe videoblog. Des te meer je van de natuur begrijpt, des te meer zie je hoe weinig andere mensen de natuur snappen. Voor heel veel mensen is de natuur iets geworden waar je naartoe gaat en waar je eigenlijk als een soort van museum doorheen loopt. Ze zijn niet meer in de natuur. Ze gaan naar de natuur. En dan gaan ze alsnog, als ze in de natuur, of tenminste als ze in een bos zijn, dan lopen ze daar doorheen. En dan is het eigenlijk meer zo van, ja, wij lopen nu door het bos. En dat is een opdracht op zich. Het heeft niets te maken met in contact komen met de natuur zelf. We zijn dat steeds meer aan het verleren, omdat we ook natuurlijk steeds minder echte wilde natuur om ons heen hebben. Meestal is natuur aangelegd, kunstmatig. Parken die zijn aangelegd met allerlei bij elkaar geraapte planten die van hele exotische plekken komen, die helemaal niet inheems zijn. En ja, daardoor leren mensen niet meer echt snappen wat hun natuurlijke omgeving is. Het bos waar ik nu ben is een uitzondering in het gebied waar ik woon. Omdat dit stukje ongerept is en omdat hier eigenlijk niks mee gedaan wordt. Het is eigenlijk een beetje een verlaten stukje bos. En daarom kom ik hier graag. Maar als ik hier naartoe kom, dan ga ik eerst langs allerlei parken waar mensen zich begeven. En waarin je ziet dat ze eigenlijk in een soort van pretparkachtige setting bezig zijn in die parken. Dus ik heb niet echt het gevoel dat ze connectie maken met de natuur. Ze rennen er doorheen bijvoorbeeld, of ja, ze zijn bezig met een spel, of ze zijn op een telefoon, of ze zijn foto's aan het maken. En ze blijven binnen de paden, en die paden zijn geasfalteerd, allemaal niks natuurlijks aan. En dat is wel heel jammer, want ik denk dat je daarmee kunt aantonen dat mensen niet doorhebben dat ze steeds verder van de natuur verwijderd raken. Als ik hier in dit stukje ongerepte natuur ben, dan gebeurt er namelijk iets met mij. Er zijn heel weinig mensen in dit stukje. Er kwamen net wat mensen voorbij lopen, die stonden maar gek aan te kijken. Want ik sta in een stuk waar eigenlijk nooit iemand komt. Er loopt één paadje door dit stuk heen. En daar zie je dan wel wat mensen overheen lopen. Maar eigenlijk komen er weinig mensen, want het is een beetje dichtgegroeid. En het is niet zo heel aantrekkelijk voor heel veel mensen. Ik denk, ja, nee, ik weet niet eens of ik daar wel in mag. Of het wel toegankelijk is. Maar als ik in dit stuk kom, dan voel ik dat er iets gebeurt in mij. Dan voel ik dat de energie van het bos mij raakt en ik word daar rustig van. Ik heb niet zo op mensen die yoga doen. Ik vind het altijd een beetje zweverig gelui. Ik heb daar een averse tegen. Waarom? Omdat ik het een onnatuurlijk gedrag vind. Bij geen één primitief volk zie je mensen yoga doen. Zie je ze op hun kop staan of allerlei gekke bewegingen doen. Nee, mensen in de primitieve staat, in de natuurstaat, in onze oorspronkelijke staat, die voelden zich al ontspannen. Die hoefden niet allerlei gekke bewegingen en oefeningen en allerlei posities aan te gaan nemen om zich goed te voelen. Die waren in de natuur, die maken connectie met de aarde. En de yoga mensen die zitten ver in een van de hoge gebouwen, liggen ze op een betonnen vloer om een matje allerlei oefeningen te doen. Maar die natuurmensen, die zaten op de grond, maakten connectie met de aarde. Waren omgeven door natuur, voelden de zon op hun huid, dieren om zich heen, planten om zich heen. En dat zorgt voor een gemoedstoestand die de stress verlaagt. Of überhaupt geen stress oplevert. Het is eigenlijk zo, zodra je uit de natuur komt, begint de stress. Als je in de natuur bent, er is geen stress. De natuur is stressloos. Dat is de enige reden waarom we stress ervaren, is dat we in ons lichaam in een onnatuurlijke situatie komen, in een betonnen gebouw waar allerlei lampen aanstaan en we hoog zitten, waar we niet de frisse lucht kunnen ademen. Dus het is niet zo dat wij in het bos, dat we hier naartoe komen en geen stress ervaren, of dat hier minder stress is. Hier is geen stress. Wij ervaren stress alleen daarbuiten. En het is jammer dat ook heel veel mensen meteen ook weer zo'n activiteit als, stel dat ze dan hier in het bos zijn, dan moet er altijd weer een activiteit aan verbonden zijn. En ik ben voorstander van menselijke activiteiten. Het is leuk als kinderen spelen, het is leuk om een spelletje te doen en met elkaar leuke tijd hebben. Dat is hartstikke leuk. Maar het vindt meestal niet plaats in de natuur. Het vindt meestal plaats in een park of in een veilige omgeving met kunstmatige attributen. En het bos is eigenlijk vanzelf al heel leuk en interessant.
Als je kinderen ook meeneemt naar het bos, dan zullen ze zich geen minuut vervelen. Geen minuut. Geen seconde. Alles wat je in het bos ziet, vinden ze mooi en aantrekkelijk. En eigenlijk wij volwassenen ook. Als je ook kijkt hoe chaotisch het bos eigenlijk is. Hè, als je, kijk, alles staat door elkaar heen. Er zit helemaal geen orde in. En toch voelen we ons daar op ons gemak. Kijk op deze boom. Nou, kijk hoeveel detail. Eigenlijk heel chaotisch, zo'n boom. Er zit heel veel allerlei vormen, structuren. Er zit geen regelmaat in. En toch, als je naar kijkt, word er rustig van. Voel je je goed, je voelt je thuis. Omdat dit de plek is waar wij thuis zijn. Ook het aanraken van een boom. En als je dit een paar jaar geleden had gezegd, had ik je voor gek verklaard. Maar ook het aanraken van planten en de natuur zorgt ervoor dat je connectie maakt met de aarde en met de energie van de aarde. En dat is heel gezond, want je wisselt daarmee energie uit. En bomen zijn niet zomaar stokjes die in de grond staan, maar bomen zijn natuurlijk ook onderdeel van deze schepping, van dit geheel. En zoals zegt, het is niet dat ik geloof dat als je tegen een boom gaat praten, dat hij je hoort of zo, of andere dingen. Maar ik geloof gewoon wel dat ons brein connectie maakt met de natuur, zodra die zich erin begeeft. En dat wij daar gewoon meteen in passen en dat alles gewoon goed is. En dat heb je niet in de stad, dat heb je niet in parken, dat heb je niet in kunstmatige omgevingen. Daar is altijd een stressopwekkende factor. Daarom is ook het streven voor investeerders, naar mijn mening, om te zorgen dat je zo ver mogelijk uit de stad komt en zoveel mogelijk in de natuur. Zo kun je bijvoorbeeld ook bossen kopen. Ik zal er op een ander videoblog dieper op ingaan, maar je hebt de mogelijkheid om een bos te kopen, je eigen bos. Als je dat hebt, dan kun je er altijd naartoe en dan kun je je weer verenigen met de natuur. Je kan ook leren jagen. Daar ga ik ook in een ander vlog dieper op in. Maar als je leert jagen, dan leer je zelfs helemaal onafhankelijk te zijn van de beschaving. Omdat je in de beschaving altijd afhankelijk bent van de winkels, van de productievoorraad, van voeding. Als je in de natuur bent, in de echte natuur, dan loop je eigenlijk op de dood. Nu ligt er sneeuw, maar als hier normaal geen sneeuw ligt, dan loop je eigenlijk op de dode wereld, de onderwereld. Wat bedoel ik daarmee? Planten die sterven, bomen die sterven, vallen op de grond en wij lopen daarover. We lopen eigenlijk op de dood en boven ons is het leven. Dat is de hemel. Daar groeien planten naartoe. En dat is helemaal niet raar. In de beschaving, in de stedelijke wereld, in de onnatuurlijke omgeving, vinden we de dood heel vreemd. Dat is altijd iets engs, dat is altijd iets ver van ons vandaan. Terwijl in het bos staat het, we lopen erop, we zitten er tussenin. Wij staan tussen dood en leven in. We lopen daar overheen en we voelen ons daar prima bij. Want dat is nou eenmaal de gang van zaken in de natuur. In de natuur is dood veel minder heftig thema dan in de beschaafde wereld. Het vergaan en het opkomen is een heel cyclisch proces en is heel gezond en heel mooi. En dat geldt ook voor de mens. Wij zijn ook cyclisch, wij komen terug daarin. En daarom is het zo mooi om dit te beseffen en daarom is het zo goed om daar naartoe te werken als investeerder. Want alleen maar geld verdienen is geen doel op zich. Dat geeft niet die voldoening. En dat geldt voor ieder mens. Iemand die dat ontkent, die heeft dat niet ervaren. Die snapt nog niet goed hoe het is. Die ontkent ook misschien dit. Omdat hij gelooft dat zijn situatie klopt. Dat het zo klopt. Het is heel goed om als investeerder hier naartoe te werken. Dat je een hoger doel vindt. Dat je weer connectie maakt met de natuur. Want die geestelijke wereld, het terugkeren in de cyclus, is het hoogst haalbare doel. Dat is altijd al geweest. Alleen de natuurvolkeren, die deden dat automatisch, want die zaten midden in de natuur. Die hoefden daar niet over na te denken. Wij moeten daar weer moeite voor doen. Wij moeten ervoor vechten om weer terug te komen in die echte wereld. Zoals in de Matrix, die film, vind ik altijd een hele mooie vergelijking. Neo wordt wakker in de Matrix en hij gaat ervoor vechten om ook in de echte wereld te blijven. Hij gaat ervoor zorgen dat hij niet meer terugkomt in die nepwereld waarin hij eigenlijk gedrogeerd was. En waarin hij ook daardoor niet eigenlijk echt was. Hij wou de echte wereld zien en hij wou de echte wereld redden ook. En ik denk dat we als investeerders dat doel ook moeten hebben. Dat we moeten zorgen dat we ons verdiende geld goed gaan besteden. Dat we inderdaad die bossen gaan kopen. Dat we inderdaad
die bossen ook weer natuur gaan maken. Dat we gaan onderzoeken wat permacultuur is. Dus dat je de grond weer gaat herstellen naar zijn natuurlijke staat. En al die uitgeputte landbouwgrond, dat we die, dat je die kunt stoppen en weer kunt terugkeren naar de oorspronkelijke staat. Zodat je weer de natuurlijke staat, de geestenwereld van de natuur weer terug kunt roepen. En daarmee ook de vrede en de schoonheid weer kunt herintreden in het leven. En daarmee kunnen we de slechtheid een halt toe roepen. En alle zaken waar iedereen van gruwelt, zoals moord, verkrachting, diefstal, vernietiging, oorlogen, dat we daarmee voor altijd afrekenen. Ik denk dat iedereen zijn streven is. En ik denk dat wij als investeerders, omdat wij de zaken vaak iets dieper hebben doordacht, dat we meestal op zoek zijn naar meer vrijheid, dat we niet zo van dat arbeidersbestaan houden, of in ieder geval van het werk in loondienst, of het afhankelijk zijn van je inkomsten vanuit arbeid. Maar dat wij gaan zorgen dat wij een nieuwe generatie gaan op laten groeien die eigenlijk gewoon steeds dichter bij de natuur gaat. Niet steeds verder daarvan af, zoals de elite eigenlijk zou willen. De elite doet alles aan om ons zo ver mogelijk van onze natuur te houden. Die wil ons zo onnatuurlijk mogelijk maken, omdat we daarmee onze spirituele kracht verliezen. En door hier weer naar terug te gaan, ontneem je ook de elite het wapen om ons eigenlijk als het ware te onderdrukken. Dat was het voor vandaag. Ik ga even geen reclame maken voor alle investeerdingen. Dit is even een ander kijk op mijn investeerervaringen, mijn idee. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.